Ik mocht auditie doen, maar werd gelijk gezegd, er zit wel een seksscène in. Oké. Ik dacht, weet je, laat me sowieso auditie doen. En die seksscène, dat zien we wel. Dat blokkeerde ik. Ja, dat zien we wel. Gelukkig, of ja, nou ja, mijn eigen borsten die bleken te klein te zijn. Dus we kwamen meteen uit op de optie siliconen panzer. Naakt met een kostuum. En toen kwam de dag dat ik de seksscène moest doen. Ik heb heel de nacht niet geslapen. Trillend. Ik heb voor de spiegel gestaan, echt met mezelf alsof ik een gevecht of iets dergelijks aan moest. Kom op, je kan het. Alles voor de kunst. En toen naar de set. Het leek echt alsof ik een soort schaap was dat naar een slagbank toegeleid werd, maar dan bewust. Geluid, camera, actie. Ergens in mijn hoofd dacht ik nog dat misschien de mensen het niet zouden zien of dat er te weinig ruimte was. Of dat misschien alleen de meest noodzakelijke mensen, zoals alleen licht en cameraman en de regisseur er zouden zijn. Niets was minder waar. De hele crew van 30 man die waren er en iedereen die in de kamer paste, die was er ook. Toch kijken of het licht nog goed zit, of het haar en make-up nog goed zitten, of de borsten nog goed zitten. Het was echt het raarste wat ik denk ik ooit geschoten heb. En achteraf is het denk ik net als met bungee jumpen. Je denkt dat je doodgaat, totdat je weer aan de kant staat en dan wil je bijna nog een keer.